We gaan even door mijn pakketje heen die ik net van Beauty Bay heb gehad. Dit heb ik, um, het is nu de dertiende. Tien dagen geleden de vierde ongeveer besteld. Beauty is in Engeland. Um, en, en ik had geen extra kosten erbij. Ik heb gewoon betaald voor het pakketje toen ik het bestelde. En het kwam gewoon vandaag. En, uh, nou, uh, uh, dus ik heb de Maybelline 4 in 1. Perfecter gekocht in de kleur Light. Um, ik ben benieuwd. Ik was eigenlijk van plan om dit als een soort primer te gaan gebruiken. Ik ga heel even mijn bril op doen, jongens. Want oh. ik laat jullie wel bij de make-up natuurlijk. Dan kan ik het beter zien. Zo. Um, ik was van plan dit als primer te gaan gebruiken. Instant Anti-Age Whipped Matte Make-up. Maar je zou er eigenlijk niets meer bij hoeven doen. Nou, dat, gaat, dat gaan we dan wel merken. En verder heb ik eigenlijk allemaal Liquid Blush gekocht. Ik ga nog even verder op mijn Liquid Blush. Um. Dit is de kleur Dainty. Ja, ik heb het doosje kapot gemaakt. Van X-Revolution. En dit is een blush tint serum blusher. Ik heb dit op mijn hand gedaan, daarnet. En je kan het ook echt. Als je het heel goed uitwrijft, dan verdwijnt het gewoon. Dus ik heb een druifneus. Ik ben benieuwd. Um, dan heb ik ook van XX Revolution de Cloud Blush Cream Blush and Lip Tint in de kleur Soft Focus. Nou, dat is dan een potje. Ik heb de Milani. Cheek Kiss in Nude Kiss 110. Dit was een hele mooie kleur toen ik hem net ging swatchen. Ik heb de Mua Blushed Liquid Cream Blush in Misty Rose. Het is een iets te felle kleur voor mij. Wat heb ik? Lelijke nagels. Jeetje, dat zie ik nu pas. Even veilen zometeen. Ik heb... De MUA Blushed Liquid Cream Blush in Dusky Rose. Die lijkt redelijk paars op mijn huid te zijn. Wat zijn we aan het doen, jongens? En ik heb Taupe Tango. Dit lijkt eigenlijk meer een beetje een soort bronzer op mijn huid te worden. Maar dat, ik ga het proberen. En wat veruit mijn favoriete kleur is bij het zwartje, is de Blush and Lift Liquid Blush van Revolution Pro. In de kleur Bliss. Die kleur lijkt er voor geen meter op. Ik, ik, ik kan hem niet openmaken met één hand. Um, kijk uit naar het probeersel, zou ik zeggen. Ik ga hem morgen gelijk proberen, denk ik. Dit is echt. Oh ja, kijk. Het lukt, het lukt een beetje, het lukt een beetje. Dit is de kleur: blush, tint en lift. Als jullie geluid horen, dat is Lulu. De Lulu blaft niet, maar ik weet niet. Dit lijkt er toch helemaal niet op. Nou goed, ik ga het gewoon proberen. Dat was de kleine shoplog aan blusjes. Ik ben nu wel een beetje klaar met blusjes kopen, denk ik. Um, nou, doei.